Termijn halen. De eerste beklimming van Donkerenberg. Dat is een beklimming na 52 kilometer wedstrijd. In het eerste koersuur dat er een paar ogenblikken geleden helemaal op zat. Dat eerste koersuur hebben de renners 48 kilometer per uur afgelegd. Om u maar te zeggen dat ze met een blitzstart aan lokale koersen de Wendeling Classic 2016 zijn begonnen. We hebben nog steeds een gesloten peloton. We hebben geen vroege druk tot nu toe op gang zien komen. We hebben nog altijd één groot pak samen. Wel dat de jongens in moeilijkheden achteraan. Dat werd zo pas gemeld. En dat heeft voornamelijk te maken met het heel hoge tempo dat het peloton erop nahoudt. Er wordt aan een razende vaart gekoerst. En dat heeft dus als gevolg gehad dat wij dat eerste wedstrijd nu zomaar eventjes 48 kilometer wedstrijd op de teller had staan. We zien de wedstrijd Caravaan voorbij trekken. We hebben net koersdirecteur Ronnie de Sloveren voorbij gekregen. En we krijgen nu ook de renners in het vizier. Al groot en klein gegroepeerd op weg naar de eerste top. De eerste beklimming van Donkerenberg volop aan de gang. We zijn in die grote ronde nog steeds bezig. Man die op dit moment de tempo aangeeft is Tom de Vriend van de groep Lonkie Druk voorbij. En kwam hier als eerste man voorbij. Straks binnen een 40 kilometer zijn de renners hier terug. En dan gaan we de plaatselijke ronde aanvatten. Vanaf kilometer 81 in de wedstrijd beginnen we aan die plaatselijke ronde. En dat zijn er 8 in totaal. De renners gaan nu hier nog een 30-tal kilometer in de lijn afwerken. Alvorens dan straks terug te keren richting Donkeren. Alvorens straks dus te beginnen aan die 8 plaatselijke ronde in en op Donkeren.